In sommige ruimtes is het nodig om geluiden wat te dempen. Wil je een stijlvolle oplossing? Dan kan je met akoestische wand- of plafondpanelen gaan werken. Die zorgen niet enkel voor een modern interieurdesign, maar absorberen vooral ook geluidsgolven, wat het geluidscomfort verbetert. De duurzame en krasbestendige panelen hebben een basis van 10 mm vochtwerend HDF met een hoogwaardig melamineoppervlak. Ze zijn verkrijgbaar in 4 kleuren, zwart en wit, eik en betongrijs. Ze zijn ook geschikt voor de badkamer, want ze zijn vocht- en brandwerend. Je kan er zowel een plafond als een wand mee bekleden. De opbouw van zo'n wand gebeurt in 5 fases. Het kader, de isolatie, een zwarte doek, de akoestische panelen en de afwerking. Laten we een kijkje nemen naar hoe een plaatsing verloopt. Starten gebeurt met een houten latwerk. De latten plaats je op 40 cm van elkaar. Om de 60 cm wordt een gat door de houten lat voorgeboord. Daarna wordt de houten lat met plug en schroef aan de muur bevestigd. De ondergrond bepaalt hier uiteraard de bevestigingstechniek. Zorg ervoor dat de latten in één vlak liggen. De panelen kunnen ook op een metalen profiel bevestigd worden. In combinatie met de brandwerende eigenschappen van de panelen zorgt dit voor een brandveilige constructie. Tussen de profielen worden kabels en nutsvoorzieningen verborgen. Waar nodig kan er een paneel voorzien worden waaraan je objecten, zoals een televisie, kan vastschroeven. Tussen de houten latten komt dan een akoestische isolatie. Die gaat de geluidsgolven gaan absorberen. De isolatieplaten zijn net 40 cm breed en passen dus perfect tussen het latwerk. Met een breekmes kunnen er makkelijk uitsparingen voorzien worden voor de stopcontacten. Op eenzelfde manier kan je de isolatie op maat snijden. Bovenop de isolatielaag komt er een zwarte doek. Die wordt vastgeniet op het latwerk. Doordat de panelen voorzien zijn van openingen om de geluidsgolven te breken en op te vangen, zal de zwarte doek zorgen voor een egale ondergrond. Ook hier worden de nodige uitsparingen voorzien met een breekmes. Tijd voor de akoestische panelen. Die worden 48 uur op voorhand in de ruimte geplaatst. De handleiding is vindbaar in de verpakking. Lees deze goed na als je zelf van plan bent aan de slag te gaan. De panelen worden haaks op het latwerk gemonteerd met enkele clips en schroeven. De zijdes van de panelen zijn voorzien van een kliksysteem, waarmee ze makkelijk in elkaar klikken. Bij het vastschroeven van de clips moet de schroef 1 mm uitsteken. Waar nodig kan je uitsparingen voorzien in de panelen. Zet hiervoor eerst je maten uit op het paneel. Daarna kan je met een decoupeerzaag een uitsparing maken. Hier dient men wel voorzichtig te zijn. De latjes van het paneel moeten voldoende ondersteund worden. Elk paneel klik je goed vast. Eerst doe je dit onderaan en dan schuif je het paneel tegen de vorige tot je die hoort klikken. Aan het einde van een rij kan het zijn dat je een paneel op maat moet zagen. Meet eerst je maat op en zaag het paneel vervolgens op maat met de afkortzaag. Voorzie aan de zijkant uiteraard wat marge om uitzetting van het product toe te laten. Als je in half verband werkt, zorg dan dat alles in één lijn doorloopt. Dat geeft het mooiste resultaat. Waar elektrische kabels lopen, voorzie je met een boren gat in je panelen. Trek daar je kabels door.
De wand is in een mum van tijd opgebouwd. Bij de laatste rij kan je geen clips gebruiken om de panelen te bevestigen. Die moet je dus vastlijmen. Om de uitzetvoeg te verbergen wordt een afdeklat aan de rand voorzien. Er bestaan ook afwerkprofielen om de zijdes van je panelen af te werken. Diezelfde profielen kan je ook gebruiken om een LED-strip in te verbergen. Even nog afwerken met lampjes, televisie en stopcontacten en de wand is klaar. Deze ruimte is dankzij de akoestische panelen in korte tijd voorzien van een geluiddempende wand die meteen ook aangenaam is om naar te kijken.